Mijn keelpijn is eindelijk iets minder en dan moet ik gelijk aan beginnen met voice acten. Waarom ik? Vivian is so very late. Where has that scatterbrain been all this time? Oh ja, we waren over dat we inderdaad over moesten gaan naar Peach. In ieder geval, goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario voor de 1000 jaar door. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. Ik heb nog een beetje last van mijn keel, maar het is te lang geleden, dus ik wou echt gewoon gaan opnemen weer. Are you sure about this? Speak up, Ixnaut. Yes, sir, quite sure. I poured all over the research on the 1000 year door, and it appears that the sealing power has definitely been weakening, as Belm said. Finally, the treasure of legend, the ancient power of darkness, will soon be ours. Listen and listen well. Keep giving the crystals to our search top priority. Of course, that also includes the elimination of Mario, that meddling scum. Got it, sir. Soon I will have the power that will slept over a millennium. So very soon. And when that glorious day dawns, I'll throw the world into the depths of terror. No one can stop me now. All will kneel before the Ixnaut regime. And then I, Grotus, will build a new world. A perfect ideal world. Yes, a world made by me, about me, and for me. Dankjewel, Grotus. Ik bedoel serieus. Ik zei al, mijn keel is nog niet helemaal. Je bent gemeen. En dan mag ik op een gelijk vrouwenstemmen gaan doen. Tag, did you call me? What shall I do today? Will I be dancing perhaps? Disguising? Or will I sing a song or something? I am conflicted. Huh? What's wrong, Tag? You don't seem yourself. Which is more important, carrying out an order to protect a critical person? I exist for the purpose of searching for a certain person. I wish to exist for the purpose of another. I do not know what to do, really. PNF404, Control Alt Delete, I don't know. What do you mean? No, no, never mind. Please forget my musings. I do not know why, but it makes me feel unpleasant if I make you worry. Well, in any case, let's have a quiz. A quiz? That's right, Princess Peach. Please answer the questions that I'm about to ask you. If you can answer 5 questions, you may use the communicator as usual. Ik voel een beetje Livio stemmen zitten, sorry! What's with you all of a sudden, huh? Now the first question. What will happen if you collect 7 crystal stars? Your wish will be granted! Everything you ever dreamed for will come true! And 1000 coins will appear for you! No, the 1000-year door will open. That's correct. Now the second question. What is the goal of Grotus, leader of the Ixnaut? To become a superhero! No, to conquer the world, because we just heard him doing that! Correct. Now the third question. What is the legendary treasure that waits behind the 1000-year door? Tag, is this? Princess, please, answer. What is the legendary treasure that waits behind the 1000-year door? 100 million gazillion bajillion bajillion coins! No, an extremely rare badge. Definitely an extremely rare badge. That's incorrect. Please start again from the beginning. Oh, dan moet je echt alles overnieuw gaan doen? Nee! Nee, dat is zo niet leuk. Ah, flame. Zo. Sorry daarvoor. To conquer the world. Natuurlijk is het een 1000-year-old demon soul. Natuurlijk. Now the fourth question. What does Sir Grotus wish to do with this ancient demon soul? Hang out with it. Weet ik veel. De meest logische keuze is natuurlijk de middelste. Bring the demon back from the dead. Correct. Now the fifth question. What is required to seal up the demon again? A legendary sword. A sword that is hidden in Faror's woods.
Or maybe a magic spell that you have to conquer in order to get through three dungeons. Nee, Crystal Stars. Is het enige wat we hier hebben. You have correctly answered all five questions. Now you may use the communicator. Tech, you! Was it okay for you to tell me such things? Please input the message you wish to send. I didn't tell you anything, you just guessed. You guessed everything. So I wasn't answering anything. Okay, whatever. I'm done. Could you send it? The message has been sent. That's all for now. Please go back to your room and piss off, because seriously, this is pointless! Liefje, jij bent hier een beetje de boel aan het overnemen. Maybe I am a little bit, because... Thank you! You're still a weird computer tech! Yeah. Good night, Princess Peach. Dus. Pointlessness is pointless. Nee, ik wil niet zeven. Ik ben echt serieus. Deze aflevering is net begonnen en we beginnen nou al met... Wil je zeven? Wil je deze onzin? En nee, dit is niet de reden waarom dat de opnames zo lang hebben geduurd. Dat is echt geweest met keelpijn en noem maar op. Want dan is het weer warm, dan is het weer koud. Je kent het wel. Oh boy, ik ben pauzestem gaan doen. Mijn arme keel. My lord, I've received reports of a great secret in the floating town of Glitchville. Let's ride to the cheap limb there. Come now. You there! Two tickets! One great and evil king, and one sweet young thing. Good gravy! Bowser, the evil king, and the deluded old hag! Life's too short! Half of deze cutscenes. What did you just say? Hey, come back here, you impudent little skipjack! Hey, I'm talking to myself. Where'd Lord Bowser go? Natuurlijk. Forget that wimpy blimpy. I'll be riding this baby. I snuck into Glitchville once before, so I know the way. No problemo. You go easy on your old limbs and take the slow ride on the blimp, grandma. Klopt wel, want we hebben hem al moeten bevechten daar inderdaad. Wait, Lord Bowser, please! Oh, now my special drink, like Deluxe Brown Back Cammy lunch, will go to waste. Meh. Mushroom soup. Ben ik wel. Met de wind in je haar en rustig daar en rustig richting de wolken. Rustig naar het vliegende eilandje. Totdat de benzine op was. Huh? What? That doesn't sound good. What is that warning light? Oh, don't tell me! Splash! Splooch! Ready to roll! Yep, we hebben weer een side-scroller. We mogen weer als Bowser even lekker onder water. En ik ga van deze muziek. Blooper! Oké, ja, echt serieus jongens. Deze muziek die blijft gewoon heel erg awesome. Het enige wat ik wel jammer vind is, ze zijn eigenlijk best wel pointless deze stages. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Het maakt niet uit hoeveel coins dat je hebt, want je neemt de coins niet mee als Mario. Dus op zich is het best wel jammer. En we zijn super. Ja. Dus op zich vind ik het eigenlijk best wel jammer. En het allergrappigste is ook nog eens een keer, je blijft zo groot. Maar het blijft nog steeds awesome. Al weet ik nog steeds niet wat eigenlijk de X-Nats hier allemaal doen. Volgens mij zou je normaal gesproken die pijp in kunnen, maar ik weet niet zeker. Maar we moeten in ieder geval hier naar boven toe. En dan loop je hier doorheen. En hier wil je dus vooruit kijken, want echt hier ben ik al heel vaak per ongeluk dood gegaan. En dan moet je weer heel de stage opnieuw doen. Daar heb ik gewoon echt geen zin in. Excuseer me voor een seconde. Ja. Yeah. Zoals ik al zei, ik ben niet helemaal hersteld. Maar dat boeit me niet. Het duurde gewoon. Al de afleveringen duurden mij een beetje te lang. That was terrible. Gotta get into shape. It's Bowser, the Koopa King. He'll eat us. Oh, sorry. He'll eat us. Oh, somebody has to help.
Wauw. Die heeft nogal veel plezier gehad. There you are, Lord Bowser. What are you doing here? I've been looking all over. If I may ask, where have you been, your sogginess? Swimming. Really? Neat. As for me, Glissol was fantastic. The lights were so cool. I was overcome. Why, even at my age, I was shaking what my mama gave me. And then, the hot dogs. Oh my gracious, Yummerly. You had fun too, huh? Or Bowser, is that a no? It was terrible, you hear me? I swallowed a dang blooper. I wanted to have fun. But forget it, it's over. Go get me some solid info on Princess Peach and the Crystal Stars. No! Nou, dat is een intro waar je niet altijd even vrolijk van wordt. Sorry, nee, we willen niet zeven. Want het is natuurlijk het belangrijkste punt waar we nou naartoe willen gaan. Namelijk de return of the forgotten star pieces die ik dus vergeten ben. Er zijn namelijk een paar star pieces die ik vergeten ben. Oh, wat voor stem had ik jou ook alweer gegeven? Volgens mij gaf ik jou Irish accent. Ik weet het niet meer precies zeker. Het is te lang geleden. I can't believe it was a fake Mario all the time. So we were all fooled. I'm so sorry, Mario. After all you've done to our town. Did we hurt your feelings? Nah. You're a bigger man than I, Mario. Such fortitude. You're a true hero. You brought a shining ray of light to a dim little town. Twilight Town thanks you. Hey Mario, we need to get back to Rockport, right? Let's go. Please come back to Village R anytime you like, seriously. Nou, we hebben sowieso eerst nog een paar dingen te doen. We willen sowieso terug naar een bepaald aantal plekjes. Want ik heb namelijk een paar reacties binnengekregen over de star pieces die we gemist hebben. Dus laten we die heel eventjes gaan doen. Nou, de eerste die is vrij dichtbij. Dus ik wil Vivian toch heel eventjes bij me houden. Want Vivian is heel erg handig. En die wil er zeker ook over een extra power-up geven. Maar er was er dus eentje achter de gevallen boomstronk. En nadat we dus een bepaalde star art te pakken hebben gekregen, hoop ik dat we dus nog zo'n Crazy Daisy te pakken kunnen krijgen. Dus hopelijk dat deze Goombas heel eventjes kan skippen. Oké, dat gaat goed. We moeten naar die boomstronk. En als we bij die boomstronk zijn, dan zien wij hierachter, of hebben we die al opgepakt? Volgens mij heb ik deze al opgepakt bij de omgevallen boomstronk. Nou ja, ik vind het in ieder geval niet, ik zou het een beetje flauw vinden als ik dat dus zou vergeten. Dus, die kwam van Sam van Hasselaar, die had hem hier dus eventjes neergezet. Maar er is er nog eentje die ik vergeten ben. Tenminste, ik denk dat hij, ja, ik heb hem hier gepakt, zeker te weten. Er is er nog eentje, die zit in het kasteel, dus ik zie jullie bij het kasteel. Oké, eindelijk teruggekomen in ons kasteel. Ik moest eventjes een boel verslaan. Dan hadden wij de Super Secret Room. En ik was daar een comment tegengekomen van Quenny. En dat is hier namelijk achter het krukje. Tenminste, er waren heel veel. Maar Quenny was de eerste die hem had gestuurd. En dat is dat we dus een starpiece hier waren vergeten. Dat is eigenlijk best wel jammer dat ik die vergeten was. Want daardoor heb ik dus het hele store end weer opnieuw moeten gaan lopen. Dat was niet mijn bedoeling. Ik heb trouwens ook al eventjes mijn badges een beetje aangepast. Ik heb de Power Plus heb ik nog eentje aangezet. Extra, ik zal heel eventjes sorteren. BP needed. Wario die staat nog steeds aan. Ik heb de Quake Badge. Die heb ik uitstaan. Ik heb ook de, kijk, de Quake Hammer die heb ik uitgezet. Jumpman heb ik weer aangezet, zodat onze power weer eentje omhoog is. De Lucky Badge die heb ik uitgezet. En ik heb dus nu twee power plussers, waardoor dat onze damage dus damage hoger is. Maar we kunnen dus helaas geen gebruik maken van onze hamer. En wil mijn joystick alsjeblieft eventjes werken, want ik wil... Oh, sorry, dat moet je zo doen. Het is echt te lang geleden dat ik dit gespeeld heb ondertussen. Mijn excuses, jongens. Waar ik nu hoop is eventjes nog op de terugweg in Crazy Daisy tegen te gaan komen. Want de Crazy Daisy, dankzij de nieuwe power-up die we dus hebben, en dan bedoel ik niet de nieuwe badge, maar de nieuwe power-up, kunnen wij nu een Crazy Daisy aan. En dat wil ik jullie zeker laten zien. Dus laten we hopen dat we er eentje tegenkomen. Op de terugweg. Oh, deze die hebben we eigenlijk ook nog nooit meegenomen. Hooray voor een earthquake! Ping, ping, ping. Oh boy! Oké. Wij hebben nu de aanval. Art attack. Daarom kunnen we zien. Of daarmee kunnen we enorm veel damage doen. Daarmee kunnen we zelf de Crazy Daisy neerhalen. Wat ik ga doen is ik ga eerst eventjes deze nu taddelen. Nu we de kans hebben voor de Crazy Daisy.
Boink. En, sorry, Amazing Daisy. This is the rarest thing, bla bla bla. HP is maar 20, attack is 20. En defense is 1. Het heeft heel veel HP en het rent heel erg snel weg. Dus het is bijna onmogelijk om hem te verslaan. Maar als we het dus neer kunnen halen en als hij dus zou aanvallen, zou hij ons in één keer kunnen game overen. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Maar we kunnen deze nu neerhalen met onze nieuwe Power Star Attack, Art Attack. Het enige wat we hier hoeven te doen is cirkeltjes te tekenen om onze vijand heen. Nou, het grappige is, we hebben maar één vijand die we waar we willen tekenen. Dit doet elke keer 3 damage. En als het niet is, kunnen we in één klap. Kom op. Hebben hem? Nee, we hebben hem niet! Oh mijn god, is dit game over? Nee, het rent weg. Ah, dat is zonde. Nou ja, dan rennen wij ook maar weg. Maar aan de andere kant, ik wil dit eigenlijk best wel gaan halen nu in verband met, ja. Dit vind ik eigenlijk best wel zonde. We hadden hem op 1 HP als ik die cirkel iets beter had gedaan. Dit is best wel duister. Nou ja, eentje is weer wakker. We kunnen een beetje onze star power vullen. Maar ik wil zeker een Crazy Daisy heel eventjes verslaan om jullie te laten zien wat hij doet. Dus ik ga heel eventjes knippen. Zorg dat mijn star power weer vol is. En ik zie jullie in een seconde. En we krijgen extra coins. Oh boy. Nou, hier hebben we poging 2. En dit keer hebben we 2 aanvallen om het te gaan doen. Dus we gaan hem deze keer gewoon neerhalen. Dus nog een keer. Art Attack. Ik ben heel geconcentreerd aan het tekenen, jongens. Oké, elke keer 3 damage. Je moet er echt helemaal omheen cirkelen. Je zou good en great en beter krijgen op het moment dat je dus echt alle vijanden raakt. En we hebben hem gewoon in één keer! Hoppakee! 46 star points! Ik had Yoshi even, of ja, Livion even meegenomen. Omdat ik dacht bij mij, want het is het beste om nou Livion maar te nemen. Want dan hebben we tenminste de kans om nog een extra damage te doen. Maar 45 of 46 star points die je er dus in één keer van krijgt. Dat is een enorme lading. Nou is het best wel mogelijk om ze te gaan farmen. Ik ga het niet doen, want ja, het nadeel is als je ze gaat farmen. Dan krijg je dus het probleem. Ja, tot je heel snel overpower gaat worden. En dat is natuurlijk niet leuk. En ja, ik zie jullie weer terug eventjes in de stad. Dus waarom ook niet? Nee, ik zie jullie terug bij Roughport, want we moeten nou de Crystal Star gaan plaatsen. Nou, we zijn eindelijk klaar bij Twilight. Laten we maar eens heel snel teruggaan en richting de 1000 Year Door. Want we hebben weer al eventjes de nieuwe locatie nodig waar dat we in godsnaam nou naartoe moeten. Nadat we een e-mail hebben gekregen. Hey, Gonzales, listen. Dat must be the e-mail van professor Peach. Professor. Prinses Peach. Wauw. My dear Mario, I have finally learned what the legendary treasure is. It is the spirit of a demon. The Exnauts plan to revive this 1000-year-old monster. And use its power to take over the world. They're collecting the crystal star so they can open the 1000-year door. They'll find this demon spirit. But the only thing that can keep it locked away is the crystal stars themselves. You must not let them get the crystal stars. Please, Mario. You must put a stop to their horrible plans. Prince Peach. An ancient demon spirit? Sheesh. That doesn't sound good at all. Ik merk dat mijn stem niet echt helemaal hersteld is. Ik denk dat ik het maar bij 1 aflevering kan halen, want... Oh, ik begin echt weer mijn keel te voelen, jongens. Oh, de hel. Boe. Maar ja, in ieder geval hebben we Paper Mario afleveringen. Zodra mijn stem weer echt helemaal hersteld is, ga ik een lange opnamesessie hebben. Maar deze aflevering is nog niet klaar, maar we gaan eerst nog eventjes langs de 1000 year door. Dat kunnen we het beste doen door deze pad even te volgen. Nee, ik wil niet meer jullie vechten. Ik bedoel, ik kan alleen maar springen. Laat maar rust. Yeah.
namelijk ook niet echt leuk, hè? Let's play als je niet echt veel zou kunnen praten. En op dit moment heb ik dus echt gewoon het punt dat praten gewoon echt pijn doet. Dat is echt vervelend. Dus maak je geen zorgen, alles gaat goed. Ik ga me niet over mijn limits heen zitten of zo. Dus zou het echt niet meer gaan, dan zou ik al zeggen van nou jongens, dit was een aflevering. Blablabla. Maar het gaat toch? Dus we gaan gewoon nog door. Oké, okay, hier zitten we bij de Pit of 100 Trials. Die gaan we zeker halen na de volgende chapter. Dus nu nog niet. Dat is nu nog niet echt handig om dat nu te gaan doen. Dus, nou, laten we maar eens eventjes gaan kijken wat de volgende locatie is. En, ja, Vivian, ik vertrouw er nog niet helemaal. Dus laten we het gewoon nog een keer met Livion doen. Waarom ook niet? The location of the crystal star has been recorded on your magical map! Aha! Quick, let's cross up to the prof's office! We have to tell that guy about the princess email! Oh, yeah. Dat hadden we eigenlijk ook eerder kunnen doen, maar ja, dit was dichterbij, dus waarom ook niet. En de automatische teleportatie, dat is altijd handig. What? That was written in Princess Peach's email. The legendary treasure is actually the spirit of an ancient demon. And those fiends want to use the power of the crystal stars to resurrect it. How bone-chilling. Sadly, it does seem to be consistent with what I've uncovered. Well, come on. Give it up, prof. What did you find out? This is rather long, so you best listen well. Ah, poor voice. Are you already there? And you, there, in front of your computer screen. You listen up too. Did someone pile drive your head or what? I don't see a computer screen, nut job. Oh, never you mind. Don't worry about such trivial details. Just listen. The great cataclysm that I read about in a book may well refer to this demon. It says a monster destroyed a large town that once stood on this very area. It also says that the seven crystal stars were actually created by this monster. And that this thing used the power of the crystal stars to try to control the world. According to this book, the demon was defeated in the end by the four heroes. But only the beast's physical form was destroyed. Its spirit could not be eradicated. So the heroes used the crystal stars which they had stolen from the demon. And they cast the evil beast into the depths of a vast maze and sealed the exit. From this, I gather that the crystal stars cannot distinguish good from evil. So, if they're all united, they could either seal away or resurrect the demon. It seems that who wields the crystal stars determines if they're used for evil or good. Hey, listen. Sorry, we still even have you erin gooien. Hey, then isn't it possible that we shouldn't gather this crystal star? Even if we do find them all, someone could just steal them and all and revive that monster. Maybe we ought to just dump the heck out of them and throw the pieces away. That was my first thought too, but further research suggests we can't do that. There is a slight possibility that the thousand year door is weakening. It seems the crystal stars hold the power to seal the beast for 1,000 years. So once 1,000 years pass, the power to keep the door sealed shut will fail. And unfortunately this year may be the 1,000th year. Bad luck, huh? The fact that those goons want the stars now may be a coincidence, but maybe not. In other words, we must be ready for the demon's return, even if the Ixnats fail. Well, let's roll then! We gotta get the rest of the crystal stars. Where's the next one at? According to the map, it appears to be somewhere on Keyhole Key. Keyhole Key? Keyhole Key! Keyhole Key! It's none too familiar with the place, but I've heard countless unsavory rumors. You know the usual stuff. Vengeful spirits full of hatred, evil curses, things like that.
I'm sure the sea salt's down by the harbor. No more. Oh, I'm sure the sea salt's down by the harbor. No more. You should head there first. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering. Ik ga nog heel eventjes langs Merlin, hoe dat die gast ook heet. Want we hebben nog eentje die we heel eventjes kunnen upgraden. Met de Shine Sprites. Dus laten we dat maar heel eventjes doen. We gaan aan de andere kant van de tafel staan. Heel eventjes hier. En we kunnen dus nu Vivian upgraden. En dat wil ik zeker eventjes doen. Ja, die willen we upgraden. En dan gaan we Flurry. Maar ja, had het maar geen Flurry moeten worden. Shazumi! Ik bedoel, Flurry die kent een hele leuke aanval als we die nog een keer gaan uppoweren. En als we die uppoweren, dan wordt het een echte hele sterke party member. Dus die willen we zeker uppoweren. Yay! Nee, Flurry die kan het nog steeds eventjes bekijken. Goed, in ieder geval, we moeten dus op zoek naar Keyhole Key. En daar wil ik erbij laten voor deze aflevering. In ieder geval bedankt voor de reacties. Om te vertellen waar dat de stapjes waren die we hebben gemist. En in de volgende aflevering gaan we dus op zoek naar de weg van Keyhole Key. En ik weet dat er heel erg veel sidequests zijn. Maar die komen pas na Keyhole Key. En daar heb ik een hele goede reden voor. In ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. En laat een reactie achter wat jouw favoriete momentje was. Als je die hebt. En dat zou ik graag willen weten. Of als ik iets gemist heb, dat kijk ik natuurlijk ook al even naar. In ieder geval bedankt voor jullie tijd. En dan hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Dus tot dan! Doei! Ah, dat had ik niet moeten doen. Oeps.